inspirerende. Het is heel inspirerend. En dit laatste nummer, was dat nu ook een eigen compositie? Ja, dat was een compositie van mijn hand. Dat heette Remnants of a Soul. Voor mensen die niet weten, remnants betekent overblijfselen. Dus het heet eigenlijk gewoon overblijfselen van een ziel. Van welk ziel weet ik dan niet, maar dat mogen jullie beslissen. Oké, hartstikke fijn. Bedankt.